Remco Oversier is sinds 1 juli de nieuwe algemeen directeur van RKC. Hij is met zijn 30 jaar de jongste directeur in het Nederlands betaalde voetbal. In het verleden ben ik vanuit de onderwijshoek in het voetballen terechtgekomen. Dus ik heb altijd in het onderwijs gewerkt. En terwijl ik in het onderwijs werkte, ben ik in de voetballerij gerold. Ik heb altijd zelf gevoetbald en van daaruit trainer-coach geworden. En dat werd steeds professioneler tot ik op een gegeven moment fulltime bij de KNVB kon gaan werken. En van daaruit heb ik toen een stap gemaakt naar de jeugdopleiding van Willem II en RKC Waalwijk. En uiteindelijk nu de stap hier als algemeen directeur. Formeel ben ik een maand in dienst. Ik moet zeggen dat ik de maand juni wel gebruikt heb om heel veel mensen al te spreken en te leren kennen. Tegelijkertijd weet je op het moment dat je hier start. Ik ken de club natuurlijk al vanuit mijn verleden bij de jeugdopleiding. En er staat hier een geoliede machine in medewerkers. Dus wat dat betreft kom je eigenlijk in een warm bad terecht. En kan ik in één keer vol aan de slag. Nou, het allerbelangrijkste is dat wij als club uniek blijven in Nederland. En dat we dat DNA, de warmte, de transparantie, de gemoedelijkheid, het feit dat we mensen kunnen verbinden. Maar ook het feit dat iedereen, of je nou een speler bent of een medewerker bent of een stagiair bent, kan zich bij ons ontwikkelen. Nou goed, die springplankfunctie is wel iets wat ons onderscheidt. Ja, opstelling. Wil jij nog even checken of het geregeld is met die trainer? Dat hij, als het goed is, Mark zou dat nog even navragen, dus als je dat bij Mark even wil vragen. Ja, ik loop even naar beneden en dan even mee. Die zal dan waarschijnlijk rond 6:15 boven zijn. Maar iets wat we bijvoorbeeld vandaag hadden, of hebben, en wat we vorige week niet hadden, is dat we vandaag ook een aantal eters hebben. Dus mensen die voorafgaande aan de wedstrijd dineren. Dus daar ga ik straks één op één de mensen even af, mee kennis maken, mee praten, et cetera. Tegelijkertijd zal een van de trainers naar boven komen voorafgaande aan de wedstrijd om iets te vertellen aan alle sponsoren. Dus die moet even ontvangen worden. Bestuur van de tegenpartij van AZ komt er dan weer bij. Vervolgens moeten we nog naar beneden. We hebben vandaag het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Villa Pardoes. Dus ook dat staat op de rol. Ja, dan gaat de wedstrijd beginnen. De wedstrijd kijken, tegelijkertijd goed in de gaten houden of alles goed loopt. Nou, daar zijn eigenlijk alle medewerkers altijd fantastisch mee bezig. En gedurende de rust en na afloop van de wedstrijd heel veel contact maken met sponsoren, met mensen en uiteraard ook met de tegenpartij.